Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Deze video loopt iets anders. Hey Bob. Deze video loopt iets anders dan ik van tevoren had gepland. Ik wil namelijk een nieuwe schoolvlog maken, maar door het coronavirus kon ik de vlog niet helemaal afmaken zoals ik dat wilde. Daarom heb ik een andere manier bedacht om deze vlog af te maken. En dat ga je allemaal aan het eind van deze video zien. Ja, het is best wel een saaie periode nu voor ons als examenleerlingen, want we hebben geen examenreis, geen examenuitreiking, geen leuke examenfeestjes en alle andere leuke dingen die we zouden doen deze tijd. Dus ja, ik hoop dat jullie dit leuk gaan vinden en hier komt dan mijn HAVO 5 vlog. Heb je er zin in? Nee. Love you, Sanne. You're the best. Yo. Nou, ik zit nu bij Nederlands. En ik heb net mijn debat gehad. Ik heb een 6,5. Yeah. Ja, we moeten zo lekker veel gaan lezen. En daar heb ik echt geen zin in. Het is nu pauze. Yeah. En ik heb sushi meegekomen. Wat eten jullie? What the fuck? Lekker. Crackers. Dan met smaak. Crackeruur met sushi. Maar tussenuurtjes. Die vrouw die loopt ook gewoon door. Ga dat nu doen hier. Lekker wietje. We doen een danssessie. Wel hè? Ik ben net op school gekomen en ik heb dit gekregen. Als souvenir voor scheikunde. Al een proefje gratis. Hoe werd dit? Zilver. Mooi. Wat een dipsy daar. Oké, okay, wij hebben tussenuur. En wij gaan even van die gekke blikjes hier proberen. Wil je ook cherry of niet? Ja, die. En die groene of zo. Ja. Nu komt het hier uit. Staat ze hoor. Nou, we hebben alle blikjes. We hebben een bevertje. Ah, dat geluid. Het valt wel mee. Ja, anders dan mee zo. Kan je niet. In de zon. Nee, ik wil niet. Zo. Hij is wel roze. Ik heb het niet. Nee? Dat was te verwachten. Nu leef ik onder de steen. Dit ruikt naar kou. Ja, naar die. Veel te lompje. Hey, maar wat wil je wel niet te doen dit? Hoezo? Kijk even hoe vies het hier is. Kelly, vind je deze lekker? Ik weet niet waar dit naar smaakt, maar het smaakt echt super bekend. Maar het moet er wel vervangen. Vind je? Waarschijnlijk zit het dwars erdoor. Nee, we moeten geen cola lussen. Drink dan alleen als niemand te drinken thuis is. Water. Wat wil je hebben? Cola? Nee. Dus. Vies. Vies. Lekker. Hey, film. Ik kan niet door dat je het film was. Kelly, hoe overleef je HAVO 5? Niet. Dat weet ik nog niet. Vraag me dat over een paar maanden maar. Is goed. We gaan dood met examens. Sanne is echt super hard aan het werk. Oortjes in, zoortje niet. Sanne. Anouk. Hoi! Hoe overleef je HAVO 5? Nou, maar half. Met eten en de Jumbo. Ja, Jumbo is redder, hè? Wel healthy zijn, anders dan... Ja, anders overleef ik niet, hoor. Nou, nee, dat komt niet goed. Anouk? Een leuk op sinaasappelpitten. Wat moet je daarmee dan? Eten. Dan kun je het mee eten. En dit waren dan de laatste beelden van HAVO 5. Om het schooljaar toch nog een beetje leuk af te sluiten, heb ik aan HAVO 5-leerlingen gevraagd of ze de vraag hoe overleef je HAVO 5 wilden beantwoorden. Dus hier komen de antwoorden die de mensen hebben gegeven. Nou, hoe overleef ik HAVO 5? Dat heb ik gedaan door het coronavirus in de Nederlanden te krijgen. En nu heb ik het overleefd. Tik een duim. Oké, Iels heeft mij gevraagd hoe je HAVO 5 kunt overleven. Ik denk dat het vooral is door het hebben van vrienden. Zorg dat je het leuk hebt op school en overal op tijd mee beginnen. Ik denk dat dat de grootste tips zijn. Hoe overleef je HAVO 5? Nou, niet zonder je vrienden. Heel veel bitches. Hoe overleef je HAVO 5? Ik zou zeggen gezellig met de mensen die je aardig vindt een beetje aankloten. En dan bijvoorbeeld... Gymlintje sparen of lekker volleyballen met de verdetten. En dan op een gegeven moment heb je dat papiertje binnengerengeld en de benen. Ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee hoe ik HAVO 5 heb overleefd. Wat namelijk HAVO 4 al bijna niet overleefd.
denk dat het heel erg belangrijk is dat je gewoon blijft doorgaan. En dat er mensen om je heen zijn die je kunnen motiveren, die successen mee kunnen vieren, maar ook gewoon kunnen oprapen als het wat minder gaat. Ik denk dat dat me er wel heel erg doorheen heeft geholpen. Moet ik wel zeggen, de meeste mental breakdowns van dit jaar komen toch echt wel door school. Hoe overleef je HAVO 5 niet? Nee, dat is kut, gewoon kort. Ja, vrienden maakt leuker en slagen is enigszins handig, maar nee, overleven doe je niet, helaas. Nou, hoe heb ik HAVO 5 overleefd? Nou ja, eigenlijk kort samengevat, een geluk bij een ongeluk. Want al het ongeluk waren die docenten in die stomme, verschrikkelijk saaie lessen waar je helemaal niks aan had. Ja, met vrienden en zo was het wel leuk en zo. Er zijn mooie tijden gekomen, mooie tijden beleefd. En mijn geluk was dat ik geen examen hoef te doen en ik daarom geslaagd ben. Oké, hoe overleef je HAVO 5? HAVO 5 heb ik eigenlijk een beetje overleefd doordat ik vet leuke vrienden en vriendinnen heb. Ook zou ik aanraden om veel te focussen op de toetsen en niet altijd op het huiswerk, want huiswerk is gewoon tijddodend. En voor de rest zou ik aanraden om gewoon naar de Jumbo en dat soort dingen te gaan, want je moet af en toe gewoon even je emoties wegeten. De mensen die dit zien en volgend jaar examens hebben, heel veel succes. Hoe overleef ik HAVO 5? Ik denk gewoon fun hebben met je vrienden, veel kloot op school en een beetje leren. Eigenlijk zou ik zeggen niks, maar eten helpt me wel heel erg en lekker met vriendinnen kletsen en bellen. Hoe overleef ik HAVO 5? Ik probeer in ieder geval in HAVO 4 al een beetje vrienden te maken. Ga gewoon gezellig, misschien één keer in de week naar de Jumbo of zo. Ga in tussenuren als je die hebt, ga lekker kaarten en doe vooral gewoon je best. Je overleeft HAVO 5 door goed je best te doen en vooral ook tijd te maken voor de leuke dingen, want anders dan wordt het echt één grote saaie bende. En dat moet niet, want het is je examenjaar. Hoe ik HAVO 5 heb overleefd? Met heel uitstelgedrag en weinig slaap. Hoe ik mijn HAVO 5 heb overleefd? Eigenlijk, ik heb echt geen idee. Maar ik denk wel gewoon door vrienden. Misschien heel cliché, maar gewoon door vrienden. Iels had ook aan mij gevraagd hoe ik HAVO 5 heb overleefd. Ik denk doordat we nu geen examen hoeven te doen. Weet je, dat fixt zichzelf een beetje. En ja, goede vrienden. Zorg dat je goede connecties hebt met je leraren. Trek je bek open, maar niet te veel. Je overleeft HAVO 5 door altijd je huiswerk te maken, veel te leren voor de toetsen, veel omgaan met familie en vrienden, altijd positief in het leven staan en altijd overal de positieve kant van inzien. Zo overleef je HAVO 5. Dank u. Hoe overleef je HAVO 5? Voor mij ben dan gewoon mijn vriend. De beste momenten van het afgelopen jaar zijn toch wel echt dat we in de tussenuren altijd foto's gingen maken op de wc's. Favoriete lessen was geheid BSM. Daar kon ik echt naar uitkijken. Echt geweldig. Hoe overleef je HAVO 5? Voor mij is het belangrijkste toch wel gewoon vrienden en dat je daardoor gewoon lekker naar je zin hebt op school. Nou, hoe overleef je HAVO 5? Geen fuck geven om docenten, gewoon je ding doen. Oké, je moet heel veel eten. Ik heb hier een expert naast me. Je moet heel veel eten en je moet wel een beetje leren, maar je moet ook leuke dingen met vriendinnen doen, want dit is wel het laatste jaar dat je leuke dingen met vriendinnen kan doen en dat je van de middelbare school kunt genieten. Wat denk ik belangrijk is om HAVO 5 te overleven, is je ook al te verdiepen in wat je het jaar daarna wil gaan doen. Want als je dat niet doet, dan heb je het hele jaar soort van een beetje stress, omdat je gewoon niet weet wat je wil. En natuurlijk gewoon je focus op je schoolwerk. Als je vragen hebt, stel ze gewoon aan je docent, want daar zijn ze voor. Zorg dat je ook een beetje met plezier naar school gaat, dat je leuke vrienden hebt. En ja, geniet van HAVO 5, want het is denk ik wel een van de leukste schooljaren. En dat waren dan alle ingestuurde filmpjes. Ik wil jullie allereerst allemaal echt super erg bedanken voor het insturen van een filmpje. Want zonder jullie was deze video echt niet zo leuk geworden zoals hij nu is. De grote vraag van deze video was: hoe overleef je HAVO 5? Ik denk dat we eruit kunnen concluderen dat het antwoord op deze vraag is vrienden. Zonder vrienden overleef je geen enkel schooljaar. Vrienden maken het gewoon gezellig op school. Die zorgen voor gekkigheid. Vrienden zijn er voor je in moeilijke tijden, maar ook in hele leuke tijden. Zonder vrienden is het schoolleven nou eenmaal gewoon heel erg saai. Ja, dat was het dan voor deze video. Ik vind het heel gek om het schooljaar zo af te sluiten. Ik had nog graag iedereen even in de klas willen zien of even een normaal afscheid willen nemen. Maar helaas, dat zit er niet in dit jaar. Ik hoop dat je deze video leuk vond en doe dan ook even dat duimpje omhoog en abonneer ook even, want ik heb abonnees nodig. Dan hoop ik dat ik je weer zie in mijn volgende video. Doeg!